Christian en ik aangekomen bij BMG Stables. We gaan nu lekker even installeren. Ik ga alle spullen lossen en dan gaan we gelijk klaar maken voor training. We mogen gelijk aan de bak. Dus dat wordt leuk. We gaan gelijk lekker springen. Te kloppen tijd is 44:51. Voor Lars Schreuder. Het is tijd om te gaan slapen. Slaap lekker, Coletto. Je bent mijn nieuwe vriendje aan het worden. Slaap lekker, Inspiration. Wij gaan nog even lekker eten. Top! Dinner time. Gezellig uit eten. You know that I'm the queen of overthinking. It's like we're done before we even started.
So if this is the end. Een hele goede morgen. Inmiddels ben ik weer wakker geworden. En ik zijn vriendjes wakker gemaakt. Ze zijn al wakker. Goedemorgen. Het is nog vroeg, hè, jongens. Heeft iedereen al een beetje zin in? Ja, we gaan vandaag in een grote prijs. Ik heb zo veel ruimtes mee. En jij ook. Komt goed, hè? Goed je baasje vertrouwen. Dan gaan we heel veel meters maken. Kleine pup. Voor de eerste keer zo hoog. Christie Snapvangers rijdt hier Milstreams Galetto, de Mary van Quinette Obolensky en Chiroko Bloom. Inmiddels komen we misschien Scaletto en ik uit de ring. En we hadden helaas nog niet de foutloze ronde waar ik van droom. Maar goed, het is ook nog maar zijn tweede keer 1.30. En het gaat echt op veel beter vooruit. Vroeger was het echt... En dan had ik niks te zeggen. En het begint al veel beter te worden. Maar Chiroko Blue Cornet Blensky is zijn afstamming. Dat is gewoon ongelooflijk goed bloed. En een super goede afstamming qua springtechniek. Maar qua rijerij is het echt niet de makkelijkste. Dus die combinatie vind ik van opa wel heel bijzonder. Ik denk dat ik hem straks super super blij mee ga zijn en echt een heel fijn paard aan heb. Alleen het is wel echt een lange weg om hem te leren kennen en het gevoel te krijgen hoe ik hem precies moet plaatsen. Dus ja, soms nog dat ik hem net een beetje kwijtraak en dan zit je dichter en dan gaat de balk eraf. Maar verder was het echt al heel goed. Dus ik ben al super trots op de vooruitgang. En hij gaat nu lekker eten. En straks is het tijd voor de grote prijs met Inspiration. De eerste keer 1.40 grote prijs. En daar doen hele bekende namen mee als Willem Geven, Gerco Schreuder, Frank Schuttert. Echt gewoon allemaal topruiters zijn hier zo. En dan rijd ik ook gewoon met Christine met Wilsers Inspiration. Staat ook gewoon op de startlijst. Het is wel heel gaaf dat ik nu ook met springen op dat niveau ben gekomen. Dus dat is wel echt super cool. Maar ik heb nog heel veel stappen te maken en ik ben nog echt veldvulling. Dat moet ik ook eerlijk toegeven. Dus hopelijk ooit ook om echt mee te gaan doen. Maar dat zijn de stappen die we maken. Dus we gaan lekker door. Inmiddels staat Inspiration al half opgezadeld. En ben ik even aan het zenuwachtig gaan afwachten. Nog 2 minuten wachten en dan pas mag ik erop. Anders zit ik er echt vroeg op. En dan is het showtime. Goed je best doen, hè? Spannend. It's like we're done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us. I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us. Please don't give up on me. At least give me a try.
Mogen we vandaag zien dat ik weer vind en Mills Dreams inspiratie. En Gerald Struin, dan kom ik voor de interval in Granada. Jongen, op die laatste indring is dan toch die balk 4 strafpunten. 80, 51, 100 seconden. De doorkomsttijd. Christy Snepwangers en Mills Dreams Inspiration. Ik ben Ascoma, Mills Dreams Inspiration en ik uit de ring. En ik ben zo ongelooflijk trots op het vriendje. We waren gewoon bijna foutloos. De laatste indring is geen grap. Zo dichtbij, dus het was echt mega jammer, maar hij sprong machtig. Hij sprong grandioos. Het is gewoon zo cool dat ik met de eigen pakproduct van Mene de grote prijs. Nou, echt niet normaal. Ik ben ongelooflijk trots. Maar ik moet wel echt Wim Scheurde en Ben en Gerco, iedereen, maar vooral Wim die heeft me deze dag geholpen, heel erg bedanken. Want hij heeft me zoveel geleerd en ik kreeg een hele andere ruimte. Ja, kijk, jullie op film zullen het waarschijnlijk niet zien, maar ik was veel aanvallender. Ik zat veel meer terug en dat is hoe je het moet doen. Dus ja, ik heb gewoon zoveel geleerd en dat is wel echt heel bijzonder. Twee dagen trainingskamp met een wedstrijdje zoveel brengt. Dus nee, het was super fijn en ik ben heel erg dankbaar dat ik deze kans heb gekregen. Zit zo de twee dagen trainingskamp weer op. Het was een super mooie wedstrijd. Daar wordt nog de barrage gereden. Wij gaan nu lekker naar huis, want het is nog een flink stukje rijden. Dus jullie super bedankt voor het kijken. Familie Schreuder, onwijs bedankt. En Restjums, bedankt voor het wagentje. En tot de volgende video. Doei doei! Inmiddels zijn Inspiration en ik lekker aan het uitrusten. Het was een lange reis gisteren. 1.40 was een dikke proef. En we zijn beste vriendjes, dus wij zijn even lekker aan het chillen. Chillen pillen. Oh, en hij ligt zo lekker. Hi guys, inmiddels ben ik weer op stal en Saskia is bij mij aangekomen. Hi. Ja, superleuk, want ik krijg vandaag training van Saskia. Ja. Kun je misschien vertellen wat we gaan doen? Ja, we gaan vandaag een houding en zit en inwerking analyse maken. Dus een bewegingsanalyse. En met name van jouw voorkeuren. En gaan we in kaart brengen en gaan we kijken waar je kan verbeteren. Ja. Dat gaan we doen. Ja, want er zijn al een paar dingen dat ik zo kan zeggen. Ik weet van mezelf dat ik soms wel eens... Ik heb een scoliose in mijn rug, dus ik kan wel eens een beetje inknikken. Mm. Daarnaast heb ik wel eens dat mijn paarden snel iets over de rechter schouder lopen. En dat zijn wel dingen, dat hebben als iemand anders op mijn paarden rijdt, is dat niet. Hey. Dus dat zit dan denk ik wel in mij. Zou je daarbij kunnen gaan helpen vandaag? Nou ja, laten we eerst kijken. Ik hou er altijd van om eerst te meten. Meten is weten. Dus daar gaan we City voor gebruiken. Stoel met sensoren en geeft alle hoeken aan en geeft met name ook richting aan. Dus ik denk voor jou ook heel interessant van hoe je dat je de richtingaanwijzer kan aansturen. Ja. En daar zien we altijd persoonlijke voorkeur. Okay. En je bent wie je bent, je blijft ook wie je bent. Maar het is wel erg handig om te weten hoe dat je in elkaar zit. Ja. En vooral hoe je dat kan beïnvloeden. En dat kan zeker, dat weet ik zeker. Nou, laten we gauw beginnen, want ik ben super benieuwd. Nou, ik ook. Laten zien. Als je heel goed voelt,
dan als je naar links beweegt, dan doe je dat met je rechterbeen. Nu. En als je naar rechts beweegt, dan doe je dat een beetje met je linkerbeen. Nou, wat ik dadelijk wil, is als je zo in het midden staat, dan gaan we deze weer in de gaten houden. Dus je rechterbeen die gaat open. Dan ga je erop zitten en dan ga je met hem mee. Zo ja, juist. Dat verschil. Ga je erop zitten. Nou, waarom is het nou zo interessant? Als je dus in het midden gaat staan of parkeren. En stel je voor dat je wil wijken. En je wil voor dit been opzij. Dan zeg je tegen het paard, van, ga eens die kant op. Dus als je met je onderbeen kan zeggen, ga eens die kant op. En je gaat vervolgens met hem mee. Dan voel je natuurlijk veel meer bewegingsvrijheid. Dan dat we dat zo doen. Om opzij te gaan. Je adviseert hem, ik wil dat even zeggen. Je adviseert hem, gaat u maar opzij. En als hij die beweging maakt, dan ga je met hem mee. Dat scheelt gewoon heel veel hulp. Ja. Dus je adviseert hem en je gaat met hem mee. En dan zie je hier dat die hoek verandert en dat hij echt totaal anders is. Ja. Paard. Ja. Dus dat dit is eigenlijk jouw voorkeursroute heel erg overdreven. Ja. En dan zie je ook dat pijltje die je dan eigenlijk ietsje zo naar de linkervoor kunt wijzen. Ja. En als je dat nou hier een beetje kan openen. Ja. En dan linker bordje. En dan komt hij precies in het midden uit. Ja. Dan wijst hij ook schuin. Ja. Kun je zelf heel goed bekijken. Dan heb je geen apparaat voor nodig. Maar als je op je paard zit, kan iedereen. Kijken. Ja, gewoon loeren. Ja, precies. Dan weet je rechts open. Ja. En linkers. Ja, dit. En dan is die rechts, joh. Zo. Ja. Dus overdreven zegt gaan. Overdreven gezegd gaat jouw rechterbeen er meer tegenaan. En dat kan natuurlijk niet, want dan zit je bij mij in mijn hoofd. Dus jouw lijf die doet dan heel veel. Die doet dit. Die duwt met rechts, links, zo omhoog. Nou, dus je gaat dat rechterbeen op zijn eigen helft houden. Zo ja. Ja, die was goed. Heel goed. Dan gaan we nog een ding doen. In basic stand. Want je hebt nu een dressuurzadel. Wat je ook goed past. Hè. Dus als je naar de kniebron kijkt. En hoe dat je daarin zit. Dat is helemaal prima. Als je ga je nog een keer staan. Dan ga je weer dat goede plekje pakken. En het is echt een millimeter verschil. Maar het zit heel anders. Nou, dit is je parkeerstand. En dan hou je dit stukje mag je een beetje laten zakken. Zo, ja. Dus je laat het wel relaxed zo parkeer. En je rechterbeen doe je aan de kant. Dus het beetje niet meer laten herlopen. En dan weer met een wijsvuur. Even de pak. Weer een beetje lachen. Stuur rechtervoor zetten. Dan hou je niet de handen te gaan. Je mag het best veel proberen. Maar niet de hele tijd. Gang. Als je die kant uit wil, of nou wijken wat hier is, je doet de deur open, hup, en dan zeg je tegen hem, gaat u maar, en weer los. Het voelt ook alsof dat ik je helemaal aan de andere kant van het zadel trek misschien, maar nu zit dat broekzakje links precies naast rechts. Ja. Inmiddels zit de training erop met Nicky Scambler en het was super leerzaam. Ik heb echt veel geleerd en nu moet ik hier thuis zeker mee aan de slag. Hè? Ja, zeker. Ja, ja. Veel herhalen, veel doen en elke keer je actiepuntjes pakken en dan gewoon lekker rijden natuurlijk. Ja. Gaan doen. En ik heb nog huiswerk mee, tenminste. Ja. Een soort samenvatting. Hè? Ja, ik heb nog de samenvatting voor je gemaakt. Dus wat we met City hebben gedaan.
wat ze met rijden hebben gedaan en de overeenkomst natuurlijk. Ja. En kort plan van aanpak. Nou, Kim, we zitten het al te lezen. Ja. Nee, super. Nou, heel erg bedankt en we gaan er verder mee aan de slag. Goed zo, graag gedaan.